Afgelopen dagen voelde het al een beetje lenteachtig met die strak blauwe luchten, dat stralende zonnetje erbij en met een winterjas aan kon heel voorzichtig al op het terras worden gezeten. Maar dat lenteweer moet even pas op de plaats gaan maken, want aan het begin van maart krijgen we nog met winterse perikelen te maken. En om dan maar gelijk even met de deur in huis te vallen, de temperatuurverwachting voor volgende week van het Europees weermodel laat heel duidelijk zien dat we echt te maken hebben met een bubbel van koude lucht. Een soort koude uitbraak vanuit het noorden van Europa strekt zich ook vrij zuidelijk uit. Betekent dat ook in de Alpenlanden neerslag winters van karakter kan worden. En in de buurt van Nederland is de temperatuurafwijking dan zo'n 1 tot 3 graden omlaag. Normaal gesproken begin maart een middagtemperatuur van zo'n 7 of 9 graden. Dus volgende week zullen we het vaak met een magere 5 graden in de middag moeten doen. Dit is de temperatuurverwachting op 2 meter hoogte, maar ook hoger op in de atmosfeer. Bijvoorbeeld op 850 hectopascal, op 500 hectopascal. Dat is ongeveer 5 kilometer hoogte. Ook daar is die uitbraak van koude lucht heel duidelijk zichtbaar, ongeveer in dezelfde contraille. En dat betekent ook dat buien met die koude bovenlucht dan ook winterse neerslag kunnen opleveren. Dus hagel, natte sneeuw of sneeuw. Tijdens de tweede week van die 30-daagse, dan gaat die bel met koude lucht zich geleidelijk al wat terugtrekken in noordelijke richting. En als ik dan nog een weekje later de weerkaart er even bij haal, dan valt op dat het zwaartepunt echt weer naar het hoge noorden is verdreven. En dat vanuit het zuidwesten zachte lucht geleidelijk weer terrein gaat winnen. Het signaal is nog niet heel overtuigend met 0 tot 1 graad naar boven. Maar we zitten dan ook alweer aan het einde van maart, dan is een middagtemperatuur van zo'n 10 tot 12 graden klimatologisch gezien gemiddeld. Nou, dat dus even over de temperatuur. We beginnen dus koud, daarna komt die zachtere lucht geleidelijk weer dichterbij. En het luchtdrukpatroon eigenlijk in die hele 30-daagse laat niet al te veel schokkende wijzigingen zien. Dus ik heb nu even de tweede week erbij gepakt, 13 tot 20 maart. En wat eigenlijk in al die weken opvalt, is dat hoge drukgebieden, of in ieder geval een signaal voor een dominant hoge drukgebied in de buurt van Groenland en IJsland ligt. En dat boven een groot deel van Europa het overwegend lage drukgebieden zijn die daar de boventoon voeren. Een soort gordel van lage druk. En dat geeft ook wel aan dat we toch rekening moeten houden met een overwegend westelijke circulatie, noordwestelijke stroming die dan ook winterse buien met zich kan meebrengen. Ja, die wisselvalligheid door die lage drukgebieden komt natuurlijk ook terug in de neerslagverwachting. Ook precies op de plek waar we die lage drukinvloeden tegenkomen. Dus boven de Atlantische Oceaan, het westen van het Iberisch Schiereiland, Frankrijk en dan vervolgens dieper het Europees continent in. En ook bij ons zo'n 10 tot 30 millimeter meer dan normaal wordt verwacht. En ook tijdens de tweede week is dat nog aan de orde. En ter vergelijking, maart is eigenlijk een relatief droge maand met over de hele maand genomen zo'n 56 mm. En met deze kaarten zou zeker het begin van maart wel eens behoorlijk nat kunnen verlopen. De derde en de vierde week zwakt het signaal heel erg af, dus daar durf ik op deze termijn eigenlijk nog niet zoveel over te zeggen. Dan nog eventjes samenvattend. Aan het begin hebben we dus met een uitbraak van koude lucht te maken. Die ligt behoorlijk zuidelijk. Die wijkt daarna toch wel weer wat terug naar het noorden om dan weer plaats te maken voor zachtere lucht in de weerkaarten. Hoge drukgebieden zijn ver bij ons vandaan, liggen in de buurt van Groenland en IJsland. Bij ons zijn het overwegend lage drukinvloeden. En die lage drukgebieden brengen wisselvalligheid met zich mee, dus dat zorgt voor een vrij nat begin van maart. En die laatste twee weken dan vervaagt het signaal een beetje. Maar vooral aandachtspunt is dus die uitbraak van koude lucht aan het begin van maart.